Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Pieter. We zitten in de vierde aflevering van Ja, dat klopt. En Wouter en ik leven alle twee nog. In de vorige aflevering is Zeppels dood gegaan. Dus yes, maar gaming teenager leeft nog. Ja, inderdaad. Oh. Oeh, nee. Wat? Jarne is... Arno is dood. Oh. Arno is dood. Nee, Suira is dood. Oh. Suira? Het team dat andere teams heeft liggen sweepen, is uit het niks dood gegaan. Ja. Wacht. Heb je nog lapis? Hoeveel lapis heb je nog? What the fuck? Oké, welkom bij deze nieuwe video. Ja, wel. Wow. Even een heel omgekeerd, amai. Oh. Ik vind toch, ze kunnen toch zeggen dat ze goed hebben gespeeld, vind ik. Oké, Protection 1. Ik vraag me dan af wie er bij ons in de buurt zit. Projectile Protection, is dat goed op je... Is dat goed, Projectile Protection? Nee, skip dat maar gewoon. Pak maar gewoon Protection. Dus. Feather Falling 1. Ik heb echt shit een ding allemaal. Ik ga mij anders waard een keer. Unbreaking 1. Het is wel kut dat hier geen diamonds zijn, hè. Ah, wel nog wat lapis. Ik heb nog wel nog wat lapis gevonden. Hoeveel obsidian heb je al? Ah, moest ik voortdoen. Oh, ja, niks. Ja, wacht niet uit. Eigenlijk, wacht een keer. Er moeten er maar twee hebben, hè. Of minder, hè. Want we kunnen gewoon hier eentje zetten, hè. Of niet? Of is dat opvallend hier? Of, nee, ik denk dat beter dan een beetje. Ja. Nou, beter ik vind het eigenlijk wel graver, mochten we dat boven de grond doen. Ja, maar ja. Oké, ja, niet dat slim is, man. Nee, inderdaad. Maar ik wil wel primeuren om als eerste in de UHC-series in de Nether te gaan. Dus eigenlijk is het wel een leuk idee om nu naar de Nether te gaan. Ja, dus ik heb bijna 3. En als er geen fortress in de buurt is, dan zijn we daar direct terug weg. Ja, als die voor een fortress vinden, dat zou wel geweldig zijn. Ja, oké. Of vooral dat er nu niemand naar mij aan het sneaken is, terwijl ik hier aan het haten ben. Want dat zou heel minder zijn. Voilà, ik heb er protection op gegooid. Hai, merci. Waar is dat? Hier nog altijd aan het minen. Zie je echt niet in de lava flikkert, hè? Nee, het is daarom dat ik die ding hier heb. Ah, dan is het. Dat zou fucking grappig zijn en triestig tegelijkertijd. We moeten nog 3 hebben en dan kunnen we naar de Nether. Hype in de chat, boys. Hype in de chat. Wacht, ik ga hier ook gewoon anders een hoop furnaces neerzetten. En ik ga keiveel iron en dan kunnen we misschien zo level... dus dan kunnen we zo anvil maken. En dan power levelen. Fuck, hoezo kun je coal? Maar ik ben al een beetje aan het afbloten dat we hier niet meer... Ik heb ergens een foutje gemaakt. Ah, maar wat voor Iyaki ben ik ook. Ik heb dat zo perfect berekend, maar echt alles behalve perfect berekend. En ik heb nog kool. Hey, ik ga flint en steel maken. Wacht, heb je iron ergens nog? Heb je nog iron? Ik ben aan het koken, man. Sorry, huisvrouw. Nee. Ik laat u doen. Oké, waar gaan we aan bouwen? Waar is de... Border ongeveer hier, zeker juist naast. Wacht, hè. Moet ik hem anders bouwen? Dan weten we zeker dat het oké is. Ja, hier. Doe maar. Wacht, ik ga eerst dit weggooien. Iemand die hierop komt, krijgt mooie boots. Ice Bucket Challenge. Nu hadden ze zin. Oh my god, die zitten in de Nether. En nu zitten ze wel al met veel. Wat zijn die van plan? Misschien gaan die ook in de Nether. Ja, we gaan het zien, hè. We proberen zo rap mogelijk. Hou bouwblokken en dat bij de hand. Ah, wat? Okay. Wie gaat er als eerste? Moet ik als eerste? Ik ga wel als eerste. Nee, niet samen, want als ze dan allebei dood zijn... Ja, oké, dat is waar. Oh boy. Oké, Crimson Biome. Is het safe? Ja, en het komt er niet op. Waarom? Ah, wow, serieus? Oké, het is safe. Dus het kan zijn dat er wel al mensen zijn. Wow. Voorzichtig, we moeten wel opletten van hoglins nu. Moeten we echt opletten van hoglins. Hey, pak zoiets vast. Wat? Pak zoiets. Maar zeg jij in de Nether of niet? Ja, ik ben hier bij jou. Hier. Ik zie je niet staan. Nee. Ik ga even erin en eruit. Ah, nu zie ik je wel. Oké. Okay. Hier, pak zoiets vast. Hier, zoiets. Ah, daar zijn die bang van, ja. Ja, want als je dat dan neerzet, dan gaan ze bang. Ze zijn weggelopen. Kunnen wij hier iets doen? Kunnen we even rondkijken, ergens? We moeten wel zo nog de coördinaten opslaan. Ah, dan staat letterlijk op 0-0 bijna. Echt letterlijk op 0. Ah! Wat? Okle. Ah! Ik heb die warfungus neergezet. Kom hier. Ah, wacht. Zo van 2. Oké, hey. Fuck you, baby. Een kleintje. Ah! Ja, dat maakt precies niet veel uit. Ja, die is dood. Hij is neer! Oké, wacht. We gaan even 6 Creed spelen. We gaan via de bomen.
Ah ja, wow, hier, voorzichtig, hier beneden staat er echt nog een grote. En moet ook voor die piglins opletten. Nu ben ik trouwens officieel de eerste die in Minecraft UHC in de Nether is geweest. Oh, daar is de border al. Oh, wow. Bruh. Oké, ja. Het gaat niet zijn gasten. Ja, ik wil, ja. Terugkeren zeker. Ja, oké. We zijn er geweest voor het idee. En voor de fame. Want we zijn het eerste team die ooit in de Nether is geweest. Yay. Yes. Ik ga de Warped Fungus meedoen als souvenir. Ik heb een Crimson Root mee. Wordt het misschien eens niet tijd dat we naar boven gaan? Ja, misschien een keer gaan kijken. We gaan eens wat problemen opzoeken. Kom dan, hè! Nee. Anders een klein beetje nog buiten de border blijven of zo. Nee, misschien. Nee. Ik dacht, er liep daar iemand met een koe. We hebben wel geluk gehad met onze spawnplek. Ja, dat wel. Oké, ga je eens in de village kijken? Hey, wat is de kans dat we gewoon helemaal omhoog gaan en daar gaan zijn? Nee, dat gaan we niet doen. Dat is echt stoem. Een vos. Pas op voor die... Hey, die sweet berries kun je opeten, hè. Ja. Dat is voedsel, hè. Ja, ik heb keiveel voedsel. Wacht, moet jij nog wat voedsel hebben anders? Ik heb 13 pork chop, that's it. Ah, hier, krijg dat ook nog wel, alsjeblieft. Dankie. Ah. Wacht, Bart, jij? Oké. Okay. Ah, de paranoia as hell, hè. Stel je shit. De villagers leven nog, dus het zou kunnen zijn dat niemand is geweest. Hey, de border is hier wel. Oh, shit. Red, het kan wel zijn dat er iemand zit te campen. En we zitten nog niet in de border, hè. Nu niet meer. Oké, iemand is hier op het dak geweest, dus... Misschien een iron golem op het dak. Ja, misschien moet ik geen villagers afslachten in de buurt van hier. Nee, inderdaad. Ik vind dat we hier heel hard in het open zitten. Oké, ik weet dat mijn idee was om naar hier toe te gaan, maar toch. Dit idee dan onder de grond, hoor. Bart, ja, dat ben ik. Ik ken hem. Ah, dat is een... Holy fuck, ik denk dat alles een speler is, gast. Hier, ze, uw fucking boerderij kapot. Wat vind je daarvan? Hè? Kijk, die constant... Allee, wat doe je nou? Als dat gaan aan doen, gast. Zit daar nu iemand te sneaken? Nee, dat is gewoon een bloem en vul. Het leek er wel op, hè? Ja. Maar, wacht, ik ga trouwens ook twee buckets maken. Eentje met water. Ik ga ook die met water weer bij mij pakken. Je bent toch wel wat stress te krijgen. Ik heb het gevoel dat ze. Ik ben al heel veel aan stress. Ik ben al, ja, inderdaad, dat ze gisteren aan het kijken wat naar ons. Wat zit er daarin? Voedsel. Oh, potatoes en brood. Kunnen we een gekke farm starten? Ja, of gewoon meenemen voor op te eten. Nee. Jawel. Ik ga ook die bel meedoen. Om aan mensen lastig te vallen. Ja, als ze onder de grond gaan zijn. Ding, 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 ding. Top of morning. Ah ja, just again, moet die golden apple maken. Hoeveel gold heb jij? Ik heb een appel. Ik heb 22. Ah, wacht, heb jij ook een appel? Ja, ik heb één appel, ja. Ah, oké, dan heb ik ook een appel gevonden. Mooi. Allee, dat zag ik al 20 keer. Ja, nee, maar ik dacht dat jij je appel had gedropt naar mij. Dat stond er nog niet, ik zweer het. Die kobbel, dat stond er nog niet. Kijk, je kan letterlijk alle borders al zien. Ja, buiten die dan. Ik kan die wel zien. Vind dat toch gek hoe de wereld ineens zo klein is geworden. Stomme koe, allee, kan u damage door die koe. Ja, je moeder doet hem niet mee. Grappig. Daar staat er ook wat cobblestone en al. Hier zijn er mensen weggelopen. Van anderen. Maar ik denk dat er nog iemand op de bomen zit. Ja, dat kan. Want kijk, zie, daar is ook allemaal kobbel op de bomen. Ah, shit. Maar... Ja, fucking noob. Ik ben zo slecht in PvP in loon. Ja. Ik ben ook gewoon al 2 hartjes verloren door hier te... Door hier te springen, hè. Ja. Had jij eigenlijk een bo... Kijk, ik had beter niks gezegd. Hé, maar hoe raak je daar zonder damage te pakken? Niet, want ik heb damage gepakt. Ah. Ik wil eigenlijk wel iemand vinden, ja. Ik ben dorstig naar bloed. Naar Minecraft bloed. Kijk, holy shit, iedereen moet toch in de buurt zijn? Ja, ofwel onder de grond, ja. Ah, hier was ik dus er net. Misschien moeten we eens een keer onder de grond gaan terug? Ja, wacht, waar zijn we? Min 46, 43 ongeveer was het. Min 46, min... Ja. Dus we gaan een keer weer terugkeren naar onze... Min 46? Nee, het is x min 43 volgens mij. Ah ja, ik heb het. Ja, chill. Amai, dat was wel... Moet ik het weer vast? Sure, doe maar. Maar ik heb geen ding. Volgens mij ligt mijn lip open.
Kom, Jas, we gaan die zoeken onder de grond. We gaan al de stripmine komen en zeggen, hello, how is the day? End of episode 4. Wie had de vorige keer outro gedaan? Jee. Doe jij maar nu dan. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond deze video nu leuk? Laat zeker een like achter. En tot de volgende video. Voor de ontknoping van de UHC. Ik zit in een...